Stel uzelf voor in exact 30 seconden. Goeiedag, ik ben Mieke Schouwvliegen. Ik ben al 20 jaar gemeenteraadslid in Aalter. En ik ben ook al jaren actief in de groene sector. Ik ben bio-ingenieur van opleiding, onderzoeker geweest bij de Universiteit Gent, gewerkt bij VELT, het Agentschap voor Natuur en Bos. En momenteel ben ik directeur bij de Groendienst van het stad Gent. Op 26 mei ben ik kandidaat voor Groen op de tweede plaats van de Oost-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement. Waarom stapt u in de politieke strijd? In alles wat ik doe, ben ik eigenlijk op zoek naar het geluk van mensen. Hè. Voor deze generatie en de generatie na ons. Hè. Ik ben zelf een doener. Iemand die probeert om te zoeken naar concrete oplossingen. Ik ben een ecologist, een optimist ook. Hè. En in alles wat ik de afgelopen 20 jaar, ik ben gemeenteraadslid in Aalter, aan dossiers zien passeren heb, heb ik toch gezien dat er wat rare beslissingen genomen worden in Vlaanderen die niet altijd zo consequent zijn en gericht zijn op het geluk van iedereen. En ik kon er zo een aantal heel concrete opsommen. Hè. Bijvoorbeeld, er was een windplan opgemaakt door de provincie Oost-Vlaanderen. Iedereen was het daarover eens, er was draagvlak voor. De Vlaamse regering keurt dat plan af, gevolg geen windmolens. Ik zie bijvoorbeeld ook dat de Vlaamse Waterweg bomen kapt omwille van het feit dat de economische functie van het water wordt bedreigd. Ik zie dat AWV bomen allemaal tegelijk kapt, waardoor dat we ons groen scherm kwijt zijn en dus onze luchtfilter tijdelijk kwijt zijn. Het zijn allemaal hele eigenaardige keuzes die soms te begrijpen zijn, maar heel vaak niet altijd het algemeen belang dienen en zeker niet gericht zijn naar het verbeteren van het klimaat. En eigenlijk wil ik daar werk van maken en mijn schouders onder zetten, want ik geloof er heel hard in dat we duidelijke keuzes moeten maken, dat we echt moeten gaan voor een transitie, een verandering en eigenlijk ook een verandering van het systeem. We willen toch allemaal niet meer uren in de file staan. We willen allemaal meer groen. We zijn het daar allemaal over eens. Maar de keuzes die Vlaanderen maakt zijn niet altijd de keuzes die tot die richting leiden. En daar wil ik echt wel mijn schouders onder zetten. En ik denk dat mijn ervaring zowel vanuit de Aalterse politiek, vanuit het landelijk gebied. En in mijn ervaring, want ik ben ook werkzaam in de stad Gent, mijn ervaring in de stad en de context binnen de stad en het stedelijk gebied mij kan helpen om die duidelijke keuzes te maken die Vlaanderen nodig heeft om werk te maken van een beter klimaat. Welke quote heeft u gekozen? Ik wil de schouwvliegen zijn die echt iets doet voor het klimaat. En dat is terug ingegeven vanuit dat doenersaspect en de zoektocht naar heel concrete oplossingen. Ik ben bio-ingenieur van opleiding. Ik heb nog gewerkt aan de Universiteit Gent en daar onderzoek gedaan naar, en dat is al 25 jaar geleden, hè, naar de impact van bossen op de klimaatverandering en de rol die bossen daarin kunnen spelen. Hè. En we zijn nu 25 jaar verder en ik merk dat die oplossingen die toen naar voren geschoven werden, namelijk het behoud van bossen en het uitbreiden van bossen, zeer belangrijk in het verhaal van de klimaatverandering en de strijd tegen die klimaatverandering, dat die oplossingen nog altijd zeer belangrijk zijn en nog altijd zeer reëel zijn. En wat merken we in Vlaanderen? Dat in plaats van we bossen behouden, dat we er eigenlijk continu aan het kappen zijn. We zijn de kampioen in het verwijderen van bossen. Dagelijks verdwijnen er nog hectares aan bos. En daar wil ik echt tegenin gaan. Ik wil de schouwvliegen zijn die bomen plant. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Als ik denk aan
politiek en aan voorbeelden, dan vind ik dat we naar mensen moeten kijken die hoop geven, die perspectief geven en die ook nadenken op de lange termijn. En het algemeen belang en dus voorstellen doen voor iedereen en niet voor specifieke doelgroepen. En dan denk ik, dan kom ik eigenlijk automatisch bij een zeer groot voorbeeld, Barack Obama en zijn vrouw Michelle. Als ik daarover denk, dan dat is de eerste zwarte president, het zwarte presidentsechtpaar, die los van het establishment en niet met de steun van het establishment toch president kunnen worden zijn. En die eigenlijk een boodschap bracht van hoop, van verbinding, van kracht van mensen. Zijn slogan Yes We Can, dat spreekt enorm aan. En dat is waar ik in geloof. En als ik dan dichter bij huis kijk, dan en denk aan die hoop en die kracht en die verbinding, dan vind ik dat onze voorzitter, Mayra Malmache, ook zo'n verhaal vertelt. Zij slaagt erin om vanuit echte concrete voorbeelden, voorstellen die gefundeerd zijn en die gebaseerd zijn op wetenschap ook, voorstellen te doen die ons vooruitstuwen, die echt naar de toekomst kijken, naar ons en naar de generaties na ons. En ik denk dat het verhaal is die we moeten vertellen en dat dat de mensen zijn waarin dat we moeten geloven. Hoop en verbinding, daar moeten we voor gaan. Wat zijn uw politieke interesses? Ik, in alles wat ik doe, ben ik eigenlijk altijd al bezig geweest met werken aan aan duurzaamheid, hè. Werken aan een beter milieu. Dus ik ga mij daar ook verder op toespitsen. Meer bos, meer natuur, een betere leefomgeving. Want ik vind een gezonde leefomgeving een basisrecht voor iedereen. Iedereen moet daar toegang toe kunnen krijgen. Niet alleen de mensen die het kunnen betalen en die zich een mooie vakantie of een mooie tuin kunnen veroorloven. Ik vind eigenlijk dat elke Vlaming dat basisrecht moet krijgen en daar toegang moet toe krijgen. Vandaar dat ik ook echt wil werk maken van dat beter milieu, schone lucht, minder lawaai, een gezondere landbouw, een duurzamere landbouw, gezondere voeding. Dat zijn voor mij de thema's waar ik voluit wil voor gaan. En om dat allemaal te bereiken gaan we ook heel hard moeten werken aan een andere ruimtelijke ordening. Want ik geloof echt dat alleen maar door dat helemaal om te vormen, we kunnen ruimte creëren voor meer natuur, meer bos, meer ruimte waar iedereen zich goed kan voelen. En dus ook zowel de fysieke als mentale gezondheid die we allemaal nodig hebben om daar echt werk van te kunnen maken. Dus dat zullen de thema's zijn waar ik mij mee zal bezighouden en ook in de afgelopen jaren heel veel werk rond verzet heb. Wat kan er anders en beter in de politiek? Als ik kijk naar de politici van vandaag, dan vind ik dat zij zich veel te veel laten opslorpen door de waan van de dag. Dat zij eigenlijk alleen maar bezig zijn met het hier en het nu en niet met de maatschappij waar we naartoe willen evolueren, met de lange termijn, met nadenken wat gaan we doen voor iedereen hier, nu, maar vooral in de toekomst en voor de generaties na ons. Dus ik vind dat een zeer belangrijke. Ik vind dat het echt anders moet. Ik vind ook dat politici zich vaak te veel laten voor de kar spannen van één of enkele belangengroepen. Ik vind dat we de plicht en de taak hebben om het algemeen belang te dienen. En dat is niet één belangengroep. Hè. Dat is proberen zoeken naar oplossingen voor zoveel mogelijk mensen. Dat is een uitdaging. Dat is niet gemakkelijk. Maar ik denk dat we daar voluit voor moeten gaan. Die aspecten zijn voor mij, daar moeten we van weg. We willen allemaal een betere wereld, hè, waar het goed is voor iedereen. En we moeten de tijd en de ruimte nemen om daarover na te denken en niet continu vertellen wat niet mag, wat niet kan, wat we niet zien zitten. Geen migranten, niet de salariswagens aanpakken, geen werk maken van de files. Nee, daar mogen we niet mee bezig zijn. We moeten vertellen wat we wel willen doen, hoe we
hoe we denken dat onze maatschappij er moet uitzien. En daar moeten we energie in steken. En niet in het verhaal van de dag van nu en gisteren, maar echt kijken naar de toekomst en bouwen aan die nieuwe maatschappij. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb een bosanemoon meegenomen. Hè. Een bosanemoon, en hier zie je er één exemplaar. Het is nu per toeval uit mijn tuin. Hè. Het enige dat er staat, heb ik hier meegebracht. Een bosanemoon, dat is eigenlijk een plantje die je in onze Vlaamse bossen vindt. Het is een van de voorjaarsbloeier, een plant die als eerste bloeit. Die echt die witte tapijten vormen. Maar die komt vooral voor in oud bos. Dus het kan alleen maar gedijen als een bos er al een tijdje is. Wandelen in een bos met zo'n een tapijt van witte bosanemonen, dat maakt u vrolijk. Die beleving daarvan is bijzonder. Waarom heb ik nu gekozen voor die plant? Wel, omdat die link tussen het eerste moment in het jaar, hè, de bloei, hè, tussen oud bos. Hè, we moeten koesteren wat we hebben en zorgen dat onze bossen niet bedreigd worden. Hè, tussen kleur en kleur, hè, dat die combinatie hier dat mooi veruitwendigt. En daarmee wil ik zeggen, het is belangrijk dat we onze bossen behouden. Dat we mensen de kans geven om van die natuur en die pracht te genieten. Want dat is er voor iedereen en we hebben dat allemaal nodig. Dus vandaar de bosanemoon.